hebben vanochtend alweer vroeg onderweg om naar Roosendaal te rijden. Daar ga ik bij een houthandel betonplexplaten kopen. Het gaat de basis vormen voor een deel van onze spantjes en de keelbox. Met het hout op zak tekenen Willem en ik de plek af waar de nieuwe spanten gaan komen. Dit doen we met behulp van een flexibele liniaal en een hoop meet- en paswerk. De plek bepalen we aan de hand van de tekeningen van Tim. Nu kan het grote knip- en plakwerk beginnen. Willem en ik maken met behulp van karton mallen van de nieuwe spanten. Het karton is eenvoudig te bewerken met een steliemes en een schaar. Bij de werkplaats plakken we de mallen definitief aan elkaar en vervolgens op de platen. Nu kunnen we met de decoupeerzaag het eerste spant uitzagen. Nu onderweg met het eerste span naar de boot om te kijken of deze past. Als dit inderdaad zo is, dan kan ik alle andere spanten gaan zagen die ik met Willem heb opgemeten eerder deze week. Het is gelukkig niet zo heel ver rijden van de jachthaven naar de boot en vice versa. Over de 40 graden in de boot, maar het is hartstikke leuk, want het spant past perfect wat we gezaagd hebben. Uiteraard in de hoekjes zit nog wat ruimte, maar daar zie je het licht nu ook tussendoor komen. Maar dat gaan we uitvullen zodra we hem gaan plaatsen met Philips. Op de grond hebben we streepjes gezet, een lange voor de keelbox en een korte voor hulpspantjes die de druk van de keelbox straks gaan opvangen. En aan het einde, hier zo van de keelbox, komt nog zo'n spant als deze. Dat we laten doortrekken helemaal naar boven toe. Het laatste stuk wordt van schuim voor het gewicht. Het meeste gewicht zit al onderin in de boot. Al deze dingen staan als eerstvolgende op onze planning en gaan we dus maken zodra ik weer terug ben bij de werkplaats. Ook werd deze week onze racer naar binnen verhuisd om zo een constantere temperatuur te verkrijgen voor het plakken. Na een flinke schrop en boombeurt glimt ze weer als vanouds. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.